voetjes, hè? Ja. Dat zijn voetjes. Ja, dat zijn voetjes. En de stem mag ook. Oei, oei. Kip, pesto, maaltijdsalade. Kijk, dat lust ik weer wel met kip erdoorheen. En hele, hele goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is 1:15 alweer. Om 1:30 komt er een invoster voor Rebecca als huishoudelijke zorg. Jessica meen ik, want onze Rebecca is ziek. Dat ik weet vanaf deze kant onze Rebecca natuurlijk een spoedig herstel. Veel beterschap. Anders kan ik het niet van maken. En nee, ze heeft geen corona. Nee, gelukkig niet. Maar oké, ik wens jullie ook natuurlijk als eerste een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ik ga zo meteen nog weer voor de computer en ik moet dat op zien te ruimen. En daar zit Kandal weer, maar die loopt toch zo meteen mee. Dus ja, laat die maar buiten zitten. Een hoop te doen. Ik heb net ook boven even nog aan het werk geweest, maar ik heb de krachten gewoon niet meer voor. Dat doet zij maar. Dat meisje, dat vrouwtje. Ja, want ik... Kandal, die werkt boven de wasmachine te platen, snap. Maar, een kat maakt het ook vuil. Het blijft niet schoon, dus het is helemaal bruin en het blad behoort wit te zijn. Hek al het meeste weg hoor, het meeste is weg. Maar er zitten nog een paar vegen, nou ik kon niet meer. Ik denk, nou dat mag die vrouw doen. En hij houdt niet van een vieze kattenbak. Nou en ik kan hem niet verschonen momenteel, want mijn lichaam die protesteert. Dus ja, dan moet zij dat doen. Maar de hele douche heeft hij ook, tenminste aan de kant waar de kattenbak staat, heeft meneer rondgepiest. Ja, niet leuk dus. Doet hij altijd hoor. Hij houdt absoluut niet van een vieze kattenbak. En Eeuwen maakt het niet uit. Die gaat er gewoon op. Ja, dat vindt zij niet erg. Maar ja, oké. Gedaan een zaak, dan nemen we geen keer. Het wordt straks wel weer schoongemaakt. En dan komt dat ook wel weer goed. Voor nu zeg ik... geniet van je dag, want het is prachtig, stralend weer, mooi weer. Ik heb mijn zomerkleding ook weer aan en ik had wel de t-shirt eronder gehouden, want erg zit in de maand en dan moet je weer uitkijken. Ja, want ook is het weer dat iedereen weer verkouden gaat worden, weer gaat hoesten, etc. Ik hoop dat ik ervan verschoond mag blijven. Want iedereen zit je daarna te kijken, oh jee, corona. Wat corona? Rot op met die corona. Ook die Rutte en het hele mikmak, die moeten mee ophouden. En laat ons gewoon ons leven leven zoals we het gewend zijn. En die achterlijke mondkapjes, nou 2-3 keer, het helpt je niet. Er is er alweer eentje ziek geworden door zijn eigen bacteriën. Dus wie heeft er gelijk? Ik. Ja. Doe normaal. Doe je al gek genoeg. Maar nee, het moet nog gekker. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik doe daar niet aan mee. Ik loop niet achter die stoet aan wat Rutte wil. Nee, ik loop mijn eigen pad af die ik wil en niet die hij wil. Simpel zat. En als iedereen dat nou ook zou doen, hun eigen pad afwandelen zoals dat voor hun bedoeld zijn en niet een pad afwandelen die... verplicht wordt door Rutte om dat en dat te moeten doen, etc. Leef je leven. Ja, en wees liever een ander, help een ander. Dan doe je het goed. En zoals hij het doet, nou ook die, hoe heet die gast, die mafklappen met zijn huwelijk. Al die foto's, ik heb het gezien, nou, bikke jelle, zeg ik dan. Ja, echt, ik ben zo boos, droom. Echt. Maar oké, ik moet opschieten, anders red ik het niet met Rijka eruit, want ze komt tegen 2:30. Dus ik moet opschieten, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei! Ja, ik ben weer terug met Rijka en we hebben wat moois gezien. Althans, mooi, ja, ik vind dat mooi. Iets gaafs, iets cools. Ging een grijze marinevliegtuig, ging over. Maar, die ging over de dijk heen, over de zee heen. Maar hij ging zo laag
Dat jammer dat ik niet op de dijk was, want ik had hem gaan vloggen hoor, gaan filmen voor jullie. Maar ik had mijn camera niet bij me, ja, mijn mobiel, maar gewoon een normale mobiel had ik er bij me. Maar dan moest ik zo vloggen, want dat ging achter de huizen. Ja, maar we hebben hem wel gezien en ik hoop dat ze hem... Er waren mensen die waren aan het foto's maken, heb ik gehoord. Dus ik hoop dat ze dat op Facebook zetten, dat ik het kan vinden. En ja, natuurlijk komt het dan in deze vlog. Ja, zeker te weten. Echt gaaf hoor. Ja, echt zo'n mooi gezicht. Zo laag, zo bijzonder. Nou, maar ja, dat heb je ook wel eens met oefenen. En in plaats dat we dan weten wanneer ze oefenen, dan kan ik ook eens naar die dijk. Maar ik weet het nooit, nee. Ik merk het pas achteraf. Ik denk, nou lekker dan. Dan had ik willen filmen, weet je. Maar nee, dat weet je dan weer niet. Maar oké, ik ga de dieren eten geven. Ja, die staan hier ook te vragen. Kandel is ook weer binnen, dus ja. Komt helemaal goed. Ze staan hier. 1, 2 en daar staat nummertje 3. En dus. Rijka gek? Is Rijka gek? Ja, hé. Rijke gek doen, hè? Ja, toch? Rijke gek doen? Ja, hé. Boefje. Maar oké, ik ga verder en ik heb de computer in ieder geval al aan, dus ik ga zo eventjes kijken of we het gelijk al op YouTube op Facebook zetten. Eraf plukken, ja, ik hoop het zo. En dan zal Karin ook even waarschuwen van als jij een foto ziet van een hele lage vliegtuig, stuur ze even door naar mij. Ja, dus wat komt ook? Hé, Rijka toch? Achter Eeuwin aan te donderen. Je krijgt vandaag of morgen zo een haal van Eeuwin en dan moet je niet met vrouwtje komen. Dan is het eigen schuld dikke bult. Ja? Moet ik nooit zien, hè? Skobierk. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het is nog steeds heerlijk weer. Ik zou zeggen, tot later. Nou, lieve vrienden, de huishoudenzorg is aanwezig. Die is al lekker boven bezig. En ze heet niet Jessica, wat ik meende, maar Saskia. Nou, hartstikke leuk, hartstikke fijn. Dat is lekker nou al bezig. Maar ik ga voor de pc, want daar heb ik hem al aanstaan. En er staat al op YouTube, want ik zag dat ik reacties had gekregen. Alleen, ja, die taal die beheers ik niet. Dus ik heb ook de vertaler erbij gedaan, want dat is een Duitse dame, geloof ik. Dus ja, die moet ik even ook in het Duits antwoord geven, maar het komt goed hoor, lieve vrienden. Ja, ik ga er lekker op los. Ik ga proberen te genieten. Ik neem er nog een bakje koffie erbij. En dan komt alles wel weer goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, mijn huisje is weer schoon. Want de schoonmaakster, oftewel mijn huishoudenzorg, is geweest. En ja, het was dus niet Rebecca, maar een zekere Saskia. Maar zij heeft het heel goed gedaan. En de dame zat ook in de praatstoel. Dus al met al werd het geen anderhalf uur. Nee, ik geloof zo'n 2,5 uur dat het geweest is, totaliteit. Maar ja, haar eigen schuld. De dame praat ook. Ja, nou ja, kan ik niks aan doen. Als zij op de praatstoel zat. En ik heb een lieftallig buurmeisje op visite. Maar die mag nog niet op de vlog. Daar heb ik toestemming voor nodig van de ouders. En ja, die zijn er niet bij. Nee. Maar in ieder geval, wat ik altijd wel vloggen mag, dat zijn voetjes, hè. Ja, dat zijn voetjes. Ja, dat zijn voetjes. En de stem mag ook. Ja. Want dat valt niet aan een persoon te koppelen. Nee. Dus maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En dan gaat mijn telefoon ook nog een keer. Ik moet zo meteen ook naar de Vomer boodschappen doen. En een tekoete kotas halen. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik heb een rondje stad gedaan. Ik heb met iemand gesproken die een restaurantje, zoiets dergelijks heeft in het nieuwe pand.
die ik jullie al heb laten zien, die dus nog niet helemaal af is. Ik heb met die persoon gesproken waar dat gedeelte van is en die wil reclame. Dus ik moet tegen sluitingstijd een keer langskomen om een babbeltje te maken. Maar ja, ik had boodschappen gedaan, ik had de go-to-go-tas gehaald en ik was even een rondje stad gegaan vanwege mijn Pokémon. En toen kwam ik nog een groepje kinderen tegen. Een jochie, die kon mij nog van een paar jaar terug met avondvierdaagse. Nou, hartstikke leuk. En die was me al aan het roepen, maar in mijn achternaam deed hij niet goed. Dus ik denk, ja, wacht maar even. Ik ben eerst even wat van anders wat van plan. En toen ben ik later gedraaid naar ze toe. Ik zie, je zegt mijn naam alleen nog een keer, lieve schat. Ik zeg, zo is het niet. Nou, ik heb het even voorgedaan. Nou, wou dus allemaal lid worden van mijn YouTube-kanaal. Nou, hartstikke leuk, lief en aardig. Maar ze kregen het op een, of andere vreemde manier niet voor elkaar. Want je moet 17 wezen. Ik denk, wat is dat voor iets flauwekul? Ik denk, nou ja, oké, moeten ze het met hun ouders doen. Ze moeten geverieerd worden, et cetera. Nou ja, laten ze dat maar aan de ouders over. Eerder kunnen ze er niet eens niet op. Ze moeten 17 jaar zijn. Ik denk, nou oké, er is toch ook kinderen die al aan het vloggen zijn, et cetera. Wel met moeder of vader er natuurlijk te bovenop. Maar oké, het wordt wel gedaan. Nou, zeg, wat een gaap. Hallo. Maar oké, ik heb ook weer een toekomst te go tas. De tas is veranderd, dat is leuk. Een herfsttas, zo te zien. Mini-chefs, oh mini-chefs. Nou ja, leuk, daar zit het dus weer in. En we gaan weer graaien, want wat het is, weet ik niet. Ik weet enkel dat er iets langwerpigs in zit, dacht ik. Ik weet het niet eens. Nou, nog goed, het is ontvallen. Maar ik voel wel weer een grote bak. Oh jee, oh jee, oh jee. Kip, pesto, maaltijdsalade. Kijk, dat lust ik weer wel met kip er doorheen. Yummy! Nou, dat gaat gewoon de vriezer in. Of ja, morgen. Morgen kan het beter. Zes stuks. Ze waren, ze zijn niet eens iets af van prijs. Naar €3,99. Nou, ik heb ook €3,99 betaald. Voor dit pakket. Dus ik heb dit eigenlijk betaald. Nou, dan zit er een bak maaltijdsalade bij van €4,49. Oh, dan ga je rucola. Ga je ook tegenwoordig smoren. En er zit ja, nog wat. Ik kan net zeggen, het zit niet veel in, maar ja, dat is nog langer. Oh, lekker! €2,15. Nou, lekker! Ja, dat wordt smullen van de week. Ja, ja. En toen was die echt waar leeg. Ja. Nou, weer een mooie tas erbij. Voor als het regent. Jullie erbij in. Dus komt helemaal goed. Of niet dan, Rijka? Ja, hè? Ja, hè, meisje? Dus ja. En dan gaan we zo meteen zien dat we kunnen gaan eten. Ik doe eerst nog een bakje koffie. En dan ga ik mijn pannetje uit de koelkast halen. Daar zit nog mais met spekjes in. Dan doe ik er lekker nog een eitje erdoorheen bakken. Met weer lekker eten. Ja, jij hebt nog eten. Ja, dat staat in je bakje. Je eet niet. Nee. Maar oké, ja, ik zit te hannissen. Die zakt af. Maar oké, maakt niet uit. Nou ja, je betaalt enkel het vlees en de rest heen gratis eigenlijk. Ja toch? Dan moet je bekijken, want wat rucola kost, dat weet ik niet. Dan moet je met die code weer onder dat ding door, weet je wel. Dus ik heb enkel deze betaald. En dan heb ik deze gratis. Die kip maaltijdsalade gratis. En die vis. Ja, nou, toch geweldig. Ja.
Helemaal geweldig. Ja. Ik zet het eerst in de koelkast en morgen bouw ik me er eigenlijk wel overheen om het even in te delen in partjes. Want ik ga niet 6 van die dingen bakken. Nee, ik ben maar alleen, weet je. Maar oké. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder. En ik hou jullie wel weer op de hoogte van drijven en het zeilen van Corina en de Beestenboel. Maar voor nu zeg ik, smakelijk eten, bon appétit. En voor de rest een hele fijne, liefde, gezellige avond. En voor later welterusten. Met mooie dromen en gezond weer uit je bed komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Morgen gaan we op visite, jullie mogen mee. Dat is morgenmiddag, ik meen 4:15, dat we er wezen moesten. Wel een rare tijd, maar ja, oké. Kan niet anders. De lucht begint hier ook te betrekken. Aan die kant, daar is het nog mooi, maar daar begint het te betrekken. Wat we krijgen, weet ik niet. Misschien een schip met zure appelen. Ik weet het niet. Wachten we gewoon af. Maar in ieder geval, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!